Hallo iedereen en welkom bij deze extra video deze week. Omdat ik dus mijn vorige video op maandag heb geplaatst in plaats van dinsdag en de volgende video pas zaterdag komt, dacht ik dat het wel leuk is om een extra video te doen, omdat het anders zo lang duurt voordat er weer een leuke nieuwe video komt. Vandaag niks over make-up, maar vandaag iets over schoenen. Ik ga jullie mijn schoenenstash laten zien en dan alleen maar de hakken, want ik heb echt heel veel hakken. En veel vrouwen vinden het leuk om hakken te dragen of gewoon om naar hakken te kijken. Dus het leek me wel leuk om ze te laten zien. Het is ook een keer gevraagd of ik mijn schoenenstash wil laten zien. Dus ja, vandaar dat ik dit nou doe. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf maar gewoon even kijken. Nou, dit is dan mijn hele kast. Let niet op mijn outfit, dit is gewoon mijn pyjama. Deze kast is van de IKEA. Deze is niet standaard. Dit is een kast die je zelf maakt. Dus je kunt daarbij zo'n computertje je eigen kast creëren. En de prijs hangt af van wat je allemaal wilt. Elke la kost meer, elke deur kost meer, elke plank kost meer. Deze kast heeft in totaal rond de 600 euro gekost. Deze kant is mijn hele hanggedeelte. En daaronder zijn gewoon laders met ondergoed, BH's en al die onzin. En dan heb je hier de andere kant. Deze is naar voren uitschuifbaar. En hier hangen al mijn broeken, leggings en al die dingen. Op deze plank liggen al mijn pyjama's en zo. Op deze plank liggen al mijn uitgaansdingetjes. Ik ga hem niet uit, maar mijn rokken en zo. En daarboven wat schoenen. Hier liggen al mijn shirtjes, hemdjes. Hier liggen al mijn winterkleding. Dat is een beetje een puinhoopje. En hieronder zijn dus al mijn hakken. Deze la is uitschuifbaar. En de onderste is gewoon een plank. Nou, we gaan eerst alle hakken bekijken die hier liggen. Nou, ik zal ze even één voor één laten zien. Al mijn schoenen zijn maat 38. Ik zal eerst deze laten zien. Deze heb ik al eventjes. Deze zijn van de Primark. Het is maat 38 en ja, ik vond ze echt heel leuk. Ze waren ook heel goedkoop, want ja, het is ook gewoon Primark. Ik heb hier hele simpele zwarte hakken die gewoon hier zo dicht kunnen. Deze zijn van de Bershka. Deze heb ik alleen ook al een tijdje, dus ik weet niet of ze die nog hebben. Maar ik vind deze dus heel mooi voor chique outfitjes. Ik heb ook deze hakken met zo fluffy en die gaat gewoon dicht bij de enkel. Deze heb ik van de Primark. Nee, niet Primark. Ik bedoel AliExpress. Kijk hoe leuk ze zijn. Oh my god. Ik zweer het. Ik zal alvast vertellen, bijna al mijn hakken zijn heel betaalbaar. Allemaal pri en zo. Maar dat gaan jullie wel merken. En deze zijn gewoon van de Ali. Je moet wel even wachten, maar ze zijn wel leuk. Deze boots zijn ook van de Primark. Die had je in meerdere kleuren. Deze waren echt zwaar afgeprijsd. Ze waren eerst iets van 22 euro en toen waren ze nog maar 9 euro. Dus je snapt wel dat ik ze dan moest halen. Alleen, ze doen echt heel erg pijn hier zo. Dus ik moet ze wel altijd aandoen met zo'n blaarpleister. Maar voor de rest vind ik ze echt heel leuk. Ik heb ook deze schoentjes. Ik moet zeggen dat ik niet alle prijzen nog weet van de schoenen. Maar waarvan ik ze nog wel weet, zal ik ze gewoon opnoemen. Deze schoentjes zijn van Just Fab. Deze heb ik in de zomer gekocht. Super leuk. Ze waren 40 euro. Het zijn gewoon hele makkelijke loopschoenen door deze blokhak. En hij is niet te hoog. Dus tenminste, ik vind het niet te hoog. Dus vandaar dat ik deze heb. Heel leuk onder strandoutfitjes en dat soort dingen. Ik heb ook deze fluffy hakjes. Ik heb deze nog nooit aangehad. Deze zijn van de Primark. Waren ook in de sale. Je had ze ook in het zwart. Maar omdat ik dus al die daar had van de AliExpress in het zwart en die hier bleken, heb ik deze gepakt in het roze. En ja, ik vond ze wel heel leuk en apart. Ik weet alleen niet wanneer ik ze ga aandoen, maar dat komt nog wel. Ik heb ook deze killer heels. Deze heb ik echt bijna nooit aan, want echt lopen hierop is echt moeilijk. Het lukt me wel. Je moet wel echt goed zijn in op hakken lopen. Ik kan goed op hakken lopen, maar dit zijn niet mijn go-to hakken voor alledaags. Deze zijn van Just Fab, waren ook 40 euro. En ja, je ziet het. Dit zijn echt killer heels. De volgende hakken zijn deze. Dit is een soort van slangenleer. Is ook van Just Fab. Was ook 40 euro. Deze lopen semi-fijn. Niet zo extreem als die andere zwarte. Maar ze lopen wel iets fijner. Maar ja, ook niet bepaald echt heel fijn. Maar deze zijn echt mooi bijna onder elke zwarte outfit. Vooral zwart, omdat dit dus al best wel veel kleur is. Is leuk onder zwarte outfitjes. Dan heb ik deze blauwe. Deze lijken op die van net, maar deze zijn van de Primark. Ik weet ook niet meer hoe duur deze zijn. Ik moet zeggen dat Primark prijzen bij hakken rond de 20 euro zijn of eronder. Rond 22, 20 euro. Dus ja, je kunt ervan uitgaan dat al mijn Primark hakken gewoon rond die prijs zijn. Deze lopen wel echt heel fijn. De volgende zijn deze. Dit zijn mijn enige witte hakken. Ik wilde graag witte hakken, dus toen ik deze zag vond ik ze heel leuk. Deze zijn van Boohoo. Deze waren volgens mij 20 euro. Niet zo heel duur. En ik heb ze gekocht in de zomer. Ik heb ze ook nog nooit aangehad. Maar ja, er zal vast wel een dag komen dat ik ze aandoe, toch? Dit zit alleen echt wel heel strak, terwijl ik vrij smalle enkels en voeten heb. Maar toch zit het echt best wel strak. Dit zijn echt een van mijn favoriete hakken, vooral door de kleur. Ik vind dit zo leuk. Deze zijn ook van Boohoo, waren ook rond de 20 euro. Deze waren trouwens allemaal afgeprijsd van Boohoo. Dus vandaar dat ik ze toen helemaal had ingeslagen. Ik heb ze alleen ook nooit aangehad. Echt zo zonde. Maar dit zijn echt hakken voor feestjes en zo. En ja, ik ga eigenlijk bijna nooit naar feesten. Maar het is wel leuk voor foto's. Ik heb er wel foto's in. Dan heb ik deze. Dit zijn gewoon mijn Louis Simple zwart.
Deze zijn ook van de Boohoo. Dit zijn hele simpele zwarte hakken. Ik had ze niet echt nodig, maar omdat die gewoon in de sale waren ook. Deze waren ook 20 euro. Heb ik ze gewoon gekocht, terwijl ik ze niet echt per se hoef, want ik heb vrij veel zwarte hakken. Ik vind het wel leuk dat er allemaal van die, ja, dit op zit. Hoe je dit ook noemt. En het is ook gewoon mooi. Ik heb ze ook nog nooit aangehad. Oh, echt zo erg dit. Nou, dat waren alle hakken hier in de la. Hieronder zijn nog meer hakken. Alleen dit is geen la, dus ik zal ze gewoon even eruit pakken. Ik heb deze. Ik heb deze ooit gekocht bij volgens mij... Ik weet niet meer. Ik heb echt geen idee meer. Maar deze hakken leken mij dus heel leuk voor op het strand en zo. En dit zijn mijn enige sleehakken. Ik hou niet zo van sleehakken, dus daarom heb ik alleen deze. Ze lopen ook wel fijn, dus ja, ik vind ze echt heel leuk bij bepaalde soort strandoutfitjes. Dan heb ik deze. Deze waren van de Primark. Ik moet zeggen, deze heb ik echt al een paar jaar of zo. Ik vond die destijds heel leuk. Ik heb ze ook aangehad en zo. Maar nou ja, het is niet echt meer mijn smaak, dus ik draag ze ook niet echt meer. Ook dit zijn weer simpele stiletto's. Waren ook van de Primark, heb ik ook al een paar jaar. Dit zijn gewoon hele simpele schoenen voor leuke simpele outfits. Als ik gewoon een zwarte stiletto aan wil, heb ik gewoon deze. Ze zijn echt heel hoog, maar omdat er hier dus een ding in zit, hoe heet dit? Ja, gewoon dit hier. Ik ben even de naam vergeten van hoe je dit dan noemt. Lopen ze echt wat... Een plateau, dat is het woord. Plateau, lopen ze een stuk fijner. Dit zijn ook een van mijn favoriete hakken van de Primark. Ze zijn een beetje apart, omdat de neus zwart is en de rest roze en de hak weer zwart. Deze lopen ondanks deze stijl echt heel fijn. Deze stijl hak is een van de moeilijkste soort hakken om op te lopen. Maar toch lopen deze heel fijn, omdat deze hak toch net iets korter is. Waardoor ze toch fijn lopen. Ik heb ze echt vaak aangehad. Dan heb ik deze hak. Ik weet dat heel veel mensen deze lelijk vinden omdat je de zweetvoeten in krijgt. Maar in bijna elke schoen krijg je zweetvoet. Alleen is het in deze te zien. Maar het is dan eventjes te zien en dan is het weg. Dus op zich. En ze lopen heel fijn, want het is een hele dikke hak. Deze heb ik vaak aangehad. Je kunt ook zien, ze zijn best wel zwart. Ik heb ze gewoon echt vaak aangehad omdat ze heel fijn lopen. En ik vind ze gewoon leuk. Ja, het is je smaak of het is je smaak niet. Deze waren van Ego. En waren volgens mij 40 euro. Nou, ik vond de vorige dus zo leuk dat ik hem ook heb gekocht in deze variant. Hij gaat gewoon zo dicht om je enkel. Deze vind ik nog leuker. Deze is ook van Ego. Was ook 40 euro, denk ik. Deze lopen ook weer heel fijn, omdat het een blokhak is. En hij is vrij laag vergeleken met mijn andere schoenen. Deze heb ik ook vaak aangehad. En ja, ook heel leuk. Maar je moet wel echt mooie voeten hebben. Dan heb ik deze hakken. Deze gaan gewoon zo achter je enkel dicht. Deze zijn ook van Boohoo. Waren ook rond de 20 euro, denk ik. Ook weer super leuk. Ik heb ze vaak aangehad omdat ze fijn lopen. En ja, het is gewoon leuke zwarte hakjes. En dan heb ik deze hakken. Dit zijn volgens mij mijn meest gebruikte hakken. Deze lopen zo fijn. Ik had ze gekocht bij, moet ik even denken, Shoeline of hoe die winkel ook heet. Waren misschien 40 euro. Deze echt. Ja, ik ben echt even de naam vergeten. Als ik erop kom, dan ga ik het even hieronder plaatsen. Maar ik ben dus de naam van die winkel vergeten. Maar dit zijn mijn meest gebruikte hakken omdat ze zo fijn lopen. En ja, het is ook echt te zien. De hak is hier helemaal kapot en zo. Maar ik vond ze altijd helemaal toppie. Dan heb ik deze hakken. Die gaan gewoon zo dicht om je enkel heen. Deze hakken zijn van de Primark. Ook weer rond de 20 euro denk ik of onder. En deze heb ik gekocht omdat ik nog geen zilveren hakken had. En ik wilde graag zilveren hakken. Ik heb ze al twee keer aangehad en ze lopen echt heel fijn. En dan mijn nude hakken. Ik wilde graag nude kleur hakken. Deze zijn van Just Fab. 40 euro. Ik heb ze gewoon daar online gekocht. Ik vind alleen dit... iets te lang, want het gaat echt helemaal om je voet heen. En ik vind het altijd wel mooi als je een beetje je tenen ziet. Dus als hij hier was gestopt, vond ik hem leuker. Maar voor de rest, ja, leuke schoen gewoon. Nou, dan ga ik nou even al deze schoenen laten zien. Nou, de eerste is deze. Die gaat achterdicht bij je enkel. Deze heb ik ook heel vaak aangehad. Het is van Just Fab. Was maar 20 euro, was sale. De hak is niet heel hoog, waardoor hij dus heel fijn is om op te lopen. En dit is mijn op één na vaakst gedragen hak. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Dan heb ik nog deze ankle boots. Deze zijn lichtroze, gaan gewoon achterdicht. Dus je hoeft niet steeds dit open te maken en dicht te maken. Je doet het gewoon met de rits. Deze zijn, jullie gaan het niet geloven, van de AliExpress. Ze zijn leuk, hè? Ik vind het alleen hier bij de tenen iets te open. Dus je ziet echt heel je tenen zo eruit komen. Maar ze lopen heel fijn. Ik heb ze alleen nog nooit aangehad. Eén keer alleen thuis om ze te passen en zo. Deze waren misschien echt 14 euro of zo. Maar ik vind ze echt heel leuk. Dan heb ik deze slangenleer ankle boots. Ook deze heb ik heel vaak aangehad. Deze heb ik ooit gekocht bij Van Haren. Ik vind alleen dit een beetje trashy. Maar dat zit erom, dus valt niet per se op. Deze heb ik echt heel vaak aangehad, omdat ze heel fijn lopen. Ook door het plateau. Ze zijn leuk met een broek en een leuk shirtje. En ik vind ze echt helemaal top. Ze waren 35 euro. Nou, dit zijn een van mijn allerleukste ankle boots. Ik vind deze zo leuk. Deze zijn van Just Fab. Je hebt ze ook in zwart. Ze waren 40 euro. Ze lopen alleen echt heel moeilijk. Deze hak is echt heel hoog.
En ja, de verhouding gewoon van de schoen maakt het heel moeilijk om op te lopen. Dus als je niet goed op hakken loopt, zou ik deze niet kopen. Maar ik vind ze echt heel leuk, vooral met dit zo. Wee. Nou, dan gaan we even hier verder. Hier zitten al mijn sieraden in, dus daar hebben we nou even niks aan. Ik heb hier hakken staan, dan zijn deze ook een van mijn favoriete hakken. Die zijn wel echt killer heels. Deze zijn dus ook van die winkel waar ik niet meer op de naam kom. Shoes Line of zo, ik weet het echt niet meer. Deze waren 40 euro. Even kijken of de winkelnaam erop staat, nee. En ik vind ze heel Valentino-achtig. Ik vind ze echt heel mooi. Ze lopen alleen niet echt heel fijn. Het is niet echt voor alledaags. Maar heel leuk voor feestjes en zo. Hier zitten al mijn laarzen in en zo. Ik heb dus als eerst deze over de knieboots. Deze vallen gewoon over je knie met een leuke blokhak. Deze zijn heel fijn om op te lopen. Ik heb deze van Just Fab. Waar denk ik 70 euro, maar ik weet het niet zeker. En ik vind ze echt heel, heel leuk. Dan heb ik deze. Deze lijkt erop, alleen is bruin en is suède en valt ook over de knie. Die andere was dus leren. Deze suède was ook van Just Fab. Ook hele fijne loophakken. Dan heb ik deze hakken. Deze zijn ook over de knie. Ze vallen niet echt heel strak bij je been. Dus als je dat niet mooi vindt, zijn deze niks voor jou. Deze waren van de Prik. Ik denk alleen niet dat ze ze nog hebben. Waren maar 22 euro voor heel deze hak. Mijn zus vond het echt... Ik was toen met mijn zus en zij vond ze echt heksenhakken. Omdat die punt zo puntig is. Maar ik vind het wel goed leuk. En ze lopen ook echt heel fijn. En het is suède. En dan heb ik deze met zo'n doorzichtige hak. Lopen ook heel fijn omdat de hak niet zo hoog is. Deze vallen ook over de knie en ze zitten helemaal strak om je been heen. Je kunt ze strak maken en vastzetten met dit touwtje. De kleur is bruinig, heel mooi. Ik weet alleen niet meer waar ik ze heb gekocht. Ik denk in een winkeltje in Rotterdam of zo. Maar ja, mocht je deze willen, je hebt ze vast wel daar of in Amsterdam in van die winkeltjes. Hele fijne schoenen. Dan heb ik nog deze zwarte enkellaarsjes. Dit is gewoon suède en dit is gewoon een glanzende blokhak. Deze zijn ook van Just Fab, waren 40 euro. En dit zijn mijn favoriete enkellaarsjes, omdat ze gewoon simpel zijn. Passen bij heel veel looks en ze lopen fijn door deze fijne blokhak. Ik heb ze ook gewoon vaak aan op werk. Dan heb ik deze enkellaarsjes. Deze zijn van Boohoo. Ze zijn best wel hoog. Ze komen echt wel boven je enkel en de hak is ook heel fijn. Deze schoenen lopen heel fijn, waren ik denk 40 euro. Ik heb ze alleen nog nooit aangehad, want online leek de kleur maar heel leuk en in het echt ook. Maar ik heb toch moeite met het matchen met outfits. En ja, dat is wel een beetje moeilijk. De punt is best wel puntig. Dan heb ik deze schoentjes. Dit waren echt mijn favoriete schoenen in de zomer. Ik heb ze zo vaak aangehad. Deze zijn van de Primark. Je had ze ook in het bruin en de hak is heel fijn. Hij is niet te hoog. Hij is een maat te groot. Dit is maat 39, maar ik vond ze zo leuk en mijn maat was er niet dat ik hem toch heb gekocht. Je hebt ook van deze leuke dingetjes. En dan is het gewoon hierachter zo open bij je enkel en hiervoor. Echt, ik vond ze echt te leuk. Dus ik heb ze gewoon gekocht en ik heb ze echt vaak aangehad. Dan heb ik deze schoenen, deze enkellaarsjes. Dit is gewoon leer. Deze zijn ook van Just Fab, waren ook 40 euro. Deze heb ik echt al wel 2 of 3 jaar. Die waren mijn eerste enkelboots. Ik heb ze echt vaak aangehad. Je kunt het ook hier zien. Hij is helemaal kapot. Ik was helemaal verliefd op deze. Nou draag ik ze wat minder, omdat ik nou wat meer opties heb. Maar deze zijn echt well used. Dan heb ik deze schoenen. Deze zijn ook van Just Fab. Echt, al mijn schoenen komen van Just Fab. Of de Pri. Deze waren ook 40 euro. Dit zijn ook een van mijn favoriete hakken. Deze heb ik ook echt heel vaak gebruikt. Je kunt het ook echt zien. Deze hak is dun. En dit is een van mijn weinige hakken met zo'n dunne hak die echt heel fijn lopen. Deze schoenen kan ik gewoon serieus alledaags aandoen en gewoon heel lang mee lopen. Daarom vind ik ze zo fijn. En ik vind dit ook zo leuk. Helaas zijn bijna al mijn tassen met goud en dit is dus zilver. Dus ik moet het dan altijd matchen met iets met zilver, want zo ben ik. Dat vind ik wel jammer. Ik had dit liever goud gewild. Maar ja. En dan heb ik nog deze schoenen. Deze schoenen komen uit Spanje. Ik had die ooit als cadeautje van iemand gehad toen ik jarig was. Ik heb ze ook echt vaak aangedaan. Nu iets minder. De kleur is moeilijker te matchen dan een gewone zwarte hak. Maar ik vind ze echt heel leuk. Dit zijn mijn enige gele schoenen. En ik vind ze echt heel Spaans. Ze komen ook echt uit Spanje. En dit is ook echt die stijl van de vrouwen daar. Ik vind het echt heel leuk. Nou, dit waren dan allemaal hakken. Ik heb er echt veel. Ik heb er ook nog een paar maanden geleden heel veel weggedaan. Dus er waren er echt nog meer. Maar ja, na een tijdje moet je gewoon wegdoen als je ze niet draagt. Dus ja. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een extra video, dus ja, dat is altijd wel leuk toch? Vergeet niet te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van al mijn video's elke week. Dat zijn er standaard 2 en af en toe dus zoals vandaag een extra video. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doeg!